Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Sami Andari. Je bent van Crescent Tech, zeg ik dat goed zo? Ja, klopt. Ik begin dat een beetje te twijfelen als ik zo'n dit typische Engelse woord zie. Wat doen jullie? Wij ontwikkelen een draagbare camera voor chirurgen om het onderwijs in de operatiekamer te verbeteren. En wat leg even iets. Het is een hele goede pitch, want hij is natuurlijk hij is 100% dekkend. Ja, hij is te kort. Ja, maar nu de iets langere versie. Dus wat we hebben ontwikkeld is een dual camera headband. Wat betekent dat wij 3D beelden kunnen vastleggen vanuit het perspectief van de chirurg. Op deze manier kan je het unieke beeld van de chirurg en de praktische kennis die die persoon heeft, delen met assistentes, met collega's, met studenten. Om zodoende de praktische kennis die heel lastig te delen is, omdat natuurlijk de chirurg de enige persoon is die ziet wat de chirurg doet, te kunnen delen via beeld eigenlijk. Waarom zijn jullie dat gaan doen? We zijn het gaan doen om meerdere redenen. De grootste reden eigenlijk is dat het een unieke samenkomst is van een technologie wat komt uit mijn afstudeerproject van de TU Delft. En een behoefte die ik heb gemerkt na een relatief intensieve onderzoek in de markt. Waar deze technologie echt toegepast kan worden. Dan eerst even naar die technologie. Waar ben jij op afgestudeerd? Ik ben afgestudeerd op een toekomstvisie eigenlijk. Dus een concept voor een in 2025, hoe wij op een alternatieve manier kunnen communiceren. Dus eigenlijk, de Engelse term is telecommunication in 2025. Mm-hmm. Dat was een concept, eigenlijk een heel platform, waarbij mijn focus was op het vastleggen en delen van momenten. Want uiteindelijk de reden waarom de meeste mensen rondlopen met dit apparaat, zeker als het op vakantie is, op verjaardagen, is om het vast te leggen. Momenten te kunnen vastdelen, zodat ze niet hoeven te vergeten. Alleen het bijkomende effect is dat je het moment ervaart door je scherm. In plaats van dat je het ervaart in het moment. Ja. Dus heb ik een draagbare camera ontwikkeld, relatief simpel. Die het moment kan vastleggen vanuit jouw perspectief. Dit was mijn afstudeeropdracht. Daar heb ik een kleine subsidie voor gekregen om een demonstrator unit van te maken. Die gepresenteerd op de Dutch Design Week. En daar is zoveel positieve reacties op gekregen, dat ik echt dacht van ja, dit moet er komen. Oké, nu ga ik even advocaat van de duivel spelen. Dat is nou eenmaal mijn rol. Iemand moet het doen. Weet je wat, want je hebt natuurlijk allemaal een mooi verhaal. Mm-hmm. Maar 3D-cameratechnologie is niks nieuws. Dat bestaat inmiddels een jaar of 5, 6 al. Nee, 100. 100 nog wat weet jaar. Ik veel, maar dat ook simpel is met twee camera's. Ja. En weet je, dan kun je met een bril op, kun je terugkijken en dan zie je het prachtig in 3D. Ja. Nou, jij stopt dat in een headband die iemand op zijn kop kan zetten met twee cameraatjes. En dat ding neemt op en dan heb je dat beeld. Wat is daar nou eigenlijk, wat is er echt nieuw aan? Het unieke ervan is eigenlijk de form factor. Dus je hebt het in allemaal verschillende vormen en maten. Maar de manier om dat te schieten vanuit het perspectief van de chirurg is extreem moeilijk. Je wilt heel dicht bij de ogen zitten van de chirurg. Ja, nou, dat betekent gewoon zo'n ding hier. Exact, ja. Exact. Ja. En vervolgens wil je dat natuurlijk op een hele simpele manier ook kunnen delen met de studenten. En dan wil je niet dat de chirurg achter een computer gaat zitten, dan die beelden gaat samenvoegen, dan daar in postproductie als het ware weken, wat nu het geval is, in vastzitten. En daarin willen wij natuurlijk het hardware-software spel spelen. Dus wij willen met de hardware de positie in de operatiekamer kunnen krijgen, maar volgens is dat natuurlijk niet het enige wat we gaan doen. Met software gaan we ervoor zorgen dat de chirurg daarna niet de SD-kaartjes uit die camera hoeft te plukken, dan in de computer stoppen en dan daar... Maar dan is eigenlijk de innovatie die jij toevoegt aan bestaande 3D-cameratechnologie zijn twee dingen. Eén, dat je zo bijna point of view van de chirurg zit. Ja. Twee, dat je een softwareplatform neerzet dat die educatie waar je het over hebt faciliteert. Klopt.
Oké, dan heb ik het in ieder geval begrepen. Nou ja, dat is al een winst, ja, winst van deze uitzending, toch? Ja. Hey, wat ik nou vraag, je zei net, hè, want ik had eerst dat concept ontwikkeld, lange termijn visie ontwikkeld. Mm-hmm. Met die lange termijn visie had je allerlei dingen kunnen gaan doen. Je had ook vakantievideo's kunnen gaan, vakantieopnames kunnen gaan vastleggen, et cetera. Tussen welke andere mogelijkheden heb je onderzocht en waarom ben je bij deze uitgekomen? Voordat je antwoord geeft, moet ik opeens denken aan al 5-6 jaar geleden. Kwam er zo'n ding op de markt, dat was een cameraatje dat kon je op je reverse speelden en die maakte elke 10 seconden een foto. En die kon je dan, daarna kon je downloaden en dan kon je de hele dag zo documenteren. Dat vond ik ook zo'n, lijkt een beetje, nou ja, nee, het lijkt er niet op, maar het had hetzelfde uitgangspunt, hè? Ja, ja, zo van documenteer je leven zonder dat je het zelf in de gaten, of weet je wel, vanuit je point of view. Maar geef even antwoord. Nee, het gaat heel erg om daarop voor te bouwen. Het gaat heel erg om het vanuit jouw perspectief kunnen delen, zonder dat de interactie je daar uithaalt. Precies. Als het ware. En daar ben ik helemaal voor. Dus ik vind het ontzettend gaaf om die ontwikkelingen te zien. En daar hebben we heel erg over nagedacht. We gaan de consumentenmarkt in. We gaan concurreren met GoPro, bij wijze van spreken, met actioncamera's. Maar wij pakken het dan echt uit het unieke beeld van jou, als het ware, als gebruiker. Maar het lastige van de consumentenmarkt is dat het ontzettend lastig is om je focus te zetten. Dus ga je dan op de atleten focussen of ga je dan op de vakantiegangers, de hikers of de zwemmer? En uiteindelijk was, zoals ik al zei, het was deels techniek en deels markt. Tijdens de Dutch Design Week heb ik gepresenteerd aan letterlijk honderden mensen, honderden gesprekken gekregen. En een van de gesprekken die het meeste resoneerde met mij was eigenlijk met een duo EHBO, als het ware. Dus het was een EHBO-duo die daar rondliep, niet als bezoeker, maar omdat ze toevallig daar waren om ervoor te zorgen dat iedereen veilig was. Ja. En die begonnen mij helemaal te overtuigen over hoe geweldig dat apparaat is. Dat zij dat apparaat kunnen opzetten en dat ze ten alle tijde verbinding kunnen hebben met het ziekenhuis. Dus op het moment dat er een ongeval is, kunt het ziekenhuis vragen voor advies. Oké, dit is de situatie, ik ken de basics, maar ik ken toevallig deze symptomen ken ik niet. Nou, daarbij kan het apparaat natuurlijk helpen. Verder kan het apparaat helpen met het ziekenhuis alvast voorbereiden met wat er daar aan de hand is. En zo kan heel veel tijd, heel veel geld en hopelijk ook levens bespaard worden die anders niet zouden. Ja, de grote kracht daarvan, als ik erover nadenk, is, mm-hmm. We hebben natuurlijk, we waren ook bij dat Google Glass kwam, et cetera. En als je naar de Google Glass-achtige dingen kijkt, is de meest waardevolle toepassingen zitten eigenlijk in business-to-business toepassingen. Want die andere, daar zit een rem in, want wij moeten dat ding gaan opzetten. Ja. En dat zit ons in de weg. Hè? Ja. Dus als hier nu iemand het ding van jullie opzet, dan doet hij dat met een doel. Mm-hmm. Want hij weet, het doel is nu die kennis van mij overdragen naar iemand anders. Exact. En als we als publiek, zeg maar, als het publiekstoepassing wordt, dan moet ik op straat gaan lopen met iets wat men niet gewend is. Dus daar zit een hele grote barrière. Is dat ook een belangrijke reden voor jullie om te kiezen voor deze insteek? Zeker, zeker. Ik, in het afstudeerproject natuurlijk is dit meegenomen. De sociale, dat noem je eigenlijk een social contract, dat wij het onderling hebben. Ik ga hier niet rondlopen in een gigantische pruik die niet door de deuren past, bij wijze van spreken, want daar gaat alle aandacht naartoe. Je kleedt je op een bepaalde manier, je zit op een bepaalde manier. En dat zijn allemaal social contracts die we onderling hebben. En op het moment dat ik met een camera zoals dit rond zou lopen, constant, en ook al zeg ik, hij staat niet aan, communiceer ik wel iets naar jullie. Van, ik ben jullie aan het filmen. Of ik kan jullie mogelijk filmen. En dit is een uitdaging die Google Glass heeft geprobeerd aan te gaan. Door het bijvoorbeeld in een bril te zetten of in een andere manier te zetten. Maar het geeft een bepaalde message naar de mensen om de gebruiker heen, wat niet per se positief is. Ja. En dat is in het afstudeerproject, is dat in ieder geval is daar een voorstel voor gedaan hoe we dat kunnen oplossen. Hoe het wel sociaal geaccepteerd kan zijn om technologie op het hoofd te dragen, als het ware. Maar je hebt het toch goed, in een onderwijsomgeving is het zo logisch als wat. Maar want dan weet iedereen wat het doel is. Ja. Voor zo'n EHBO'er, het voorbeeld wat je net noemt, snapt denk ik ook iedereen dat. Ja. Als je het uitlegt, van, dat is niet om het live op Facebook te streamen, maar dat gaat naar het ziekenhuis, weet je. De andere kant, jij hebt het over een sociaal contract, zie ik dat het ook volstrekt normaal is dat als je in de Alpen gaat skiën, dat de helft van de mensen heeft een GoPro op hun helm geplakt.
Dus weet je, die grens is natuurlijk enorm aan het schuiven. En daarom dus 2025. Dit was meegenomen in het hele concept. Uiteindelijk is dat ook jullie ambitie. Het heeft heel veel, je begint nu in een nou, laat ik zeggen, medische omgeving. Professionele omgeving. Waarbij het doel heel duidelijk is, maar jullie ambitie is natuurlijk veel groter. Nou, het was de basis vanuit mijn afstudeeropdracht. Daaruit heb ik een toekomstvisie neergezet en daar heb ik 1 interactie uitgehaald. En dat was het momenten vastleggen en delen. En mijn visie is veel groter dan alleen maar die ene interactiemoment. En die is constant aan het veranderen. Dus elk jaar is er een nieuwe technologie wat uitkomt. De maatschappij verandert natuurlijk ook met technologie mee. En het bedrijf is een volledig apart traject, als het ware. Dus wat we nu doen voor de medische tak, dus voornamelijk, we focussen op onderwijs, maar we willen uiteindelijk ook zeker gaan naar daadwerkelijk zorg. Dus dit apparaat kan, zoals ik al aangaf, bij de ambulancepersoneel gebruikt kunnen worden. Daarin zie ik een heel ander traject lopen. En natuurlijk, mijn persoonlijke visie is iets heel nieuws ontwikkelen, een hele nieuwe platform als het ware voor dit soort connected devices. Maar dat staat eigenlijk los van het bedrijf. Ja, even dan naar het bedrijf. Mm-hmm. Dat ding is er nog niet. Je kunt je inschrijven. Er zijn denk ik prototypes. Waar staan jullie? Wij staan nu... En met als kanttekening, want dat wil ik er vast bij zeggen, dat we hebben hier enorm veel mensen aan tafel gehad die bezig zijn met hardware. Dat is niet de allereenvoudigste uitdaging. Nee, klopt. En daar ben ik het 100% mee eens. Ik heb een aantal start-ups gedaan en dit is eigenlijk met zeker dit product, het is een technisch hardware product, is het by far het lastigste product wat ik heb geprobeerd te ontwikkelen. Ondanks dat we hem meerdere malen hebben versimpeld. Het product zit nu aan het einde van het ontwikkelfase. We zitten nu precies aan het einde van de ontwikkelfase en begin van de productiefase. Dus de volgende stap van iteratie is eigenlijk dat we het productie klaar gaan maken. En dus ook echt naar de grotere aantallen gaan. Ja. Ik weet niet of je mijn scherm in beeld hebt, Martinus, maar anders, want we hebben het hele tijd... Ja, daar is hij. Dit is hem, hè? Het laatste. Ja, dit is hoe die gaat worden? Dit is de ene laatste. De ene laatste. Ja, we hebben... Lijkt hij er nog wel op, de laatste? Ja, zeker. We hebben de nieuwe al geüpdate. En die is in grootte verstelbaar en die heeft een extra band aan de bovenkant, alsof het een koptelefoon is. Die zorgt ervoor dat het gewicht wat beter wordt verdeeld op het hoofd van de chirurg, zodat ik echt uren mee kan gaan tijdens de operatie. Ja, we hebben hier een foto in beeld, ja, hij is net weer weg, van hoe dat eruit ziet in een operatiekamer. Mm-hmm. Daar krijg je natuurlijk met allerlei andere dingen te maken. Steriliteit, hoe ontsmet je zo'n ding? Dat kun je moeilijk in de pressure cooker stoppen, dat gaat niet werken. Hoe gaat dat werken met dit soort dingen? De positie van de camera is vergelijkbaar met de positie van de bril van de chirurg. Ja. Wat betekent hij daar moet... Daar zit overigens geen elektronica in. Dus maar de positie. We hebben het over de positie. Dus het komt niet in contact met de patiënt. Het is niet afhankelijk van andere externe apparaten in de operatiekamer, mm-hmm. waardoor wij niet als medisch apparaat, in ieder geval in de hogere klasse van de medische apparaten, worden geclassificeerd. Ja. Dus het is een medisch hulpmiddel, waardoor wij als het ware als een normaal elektronisch apparaat gebruikt kunnen worden in de operatiekamer. Natuurlijk, de draadloze communicatie dat we gebruiken met het apparaat moet niet... problemen brengen in andere apparaten in de operatiekamer. Maar met steriliteit, hij hoeft niet steriel te zijn. Hij moet wel schoongemaakt kunnen worden. Dus de voorkant als het ware. Mocht er iets zijn als het ware tijdens de operatie. Bloed spatten. Iets spatten inderdaad. Ja. Maar vaak als er een operatie is waar veel spatwerk van pas is, dan gebruiken ze een spatbril. Ja. En dat is een bril die aan de voorkant van het hoofd van de chirurg wordt gedragen. En daar kunnen wij dan een extra opzet voor zetten voor de camera zelf. Dat de camera ook beschermd wordt voor mogelijke spat. Je bent nu bijna, gaan we de fase in, hè, dat we in grotere aantallen kunnen mm-hmm. maken. Wat zijn je praktijkervaringen
nu? Wat, hoe hebben de hoe reageren de specialisten? Hoe reageren de studenten? Ja, zeker, zeker. So, het product is nu in de 5e iteratie. Vanaf de 3e hebben we hem eigenlijk al met chirurgen in contact gebracht. Met daadwerkelijke procedures. De eerste waren in snijzalen. Dat was in het LUMC. En dat waren voorbeeldoperaties, als het ware. Dat waren niet op patiënten, dat waren gewoon voorbeeldoperaties. Daar hebben we een aantal van gedaan. Daarvan hebben we heel veel feedback ontvangen. Want het apparaat was natuurlijk niet waardeloos, maar heel erg niet goed. Ja. Dus heel veel punten ter verbetering. Maar ze zagen wel degelijk de voordelen van zo'n apparaat in. De 4e iteratie, dat is de iteratie eigenlijk die zojuist op het beeld langskwam. En ook die al in de operatiekamer gebruikt is. Dus dit is een camera die al door chirurgen, meerdere chirurgen, is gebruikt tijdens live operaties. Ik heb hier ook een voorbeeld van die we zo meteen kunnen zien, mocht u het willen. En daarin hebben we een hele mooie validatieslag kunnen doen, waarin we echt de laatste probleempjes als het ware van de camera eruit konden halen. En dit zijn eigenlijk allemaal interacties tussen de chirurg, het apparaat en dan de assistent die het apparaat dan bestuurt. Want, zoals je al goed aangaf, de chirurg mag niet het apparaat besturen. Die kan niet hier de bebloede vingers... Wat ik ook een interessante functionaliteit vond, is dat inderdaad je real-time audio erin kunt koppelen. Dus je kunt in theorie ook met een oordopje gaan opereren. En iemand kan aan de andere kant van de wereld meekijken en jouw instructies in je oor geven. Hè? Dat is uiteindelijk het idee. Ja. Dus met uiteindelijk het idee. Ja, dus met deze huidige hebben we dat niet getest. Want onze focus zit nu op het juiste beeld vastleggen. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Wat is daar dan zo ingewikkeld aan? Nou, je hebt een chirurg natuurlijk allereerst best wel relatief veel beweegt tijdens de operatie. En je hebt een heel klein gebied wat interessant is. Ja. Dus over het algemeen, onze huidige concurrent zijn natuurlijk action camera's. Ja. Die worden op het hoofd van de chirurg gedragen. Zoals je zei, skiers doen het ook. Ja. Dus die chirurg neemt het mee in de operatiekamer en filmt het daarmee. Prachtig beeld, behalve dat deel wat daadwerkelijk belangrijk is. Want het is overbelicht. Ja. Of je stelt de camera zo in, wat de meeste camera's niet kunnen, dat dat gedeelte wel zichtbaar is, maar dan is de rest weer helemaal pikdonker. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat het dan nog steeds een wide angle is, waardoor het beeld wat daadwerkelijk waardevol is, hele slechte kwaliteit is. Ja. Want dan heb je bijvoorbeeld een 4K... Moet je veel inzoomen. Ja, dan moet je inzoomen. En heb maar goed, je dan hebben jullie een rechte lens, zoals dat heet. Ja. Ik kom ook een beetje uit die richting. Ja. Wat betekent dat die heel erg gevoelig is voor beweging? Ja, precies. Dus, hoe los je dat op? Stabilisatoren? Daar hebben we mee getoetst. Maar dan uiteindelijk heb je nog steeds een groot apparaat op van de chirurg. Ja, als je het met mechanisch doet. Moet zo licht mogelijk zijn. Softwarematig en elektrische stabilisatie kan wel. Daarmee kun je relatief veel weghalen. En voor ons, wat wij nu hebben gemerkt, wat de beste manier is, is door licht te gebruiken als eigenlijk een spotlight. Dus de chirurg die wil natuurlijk zelf ook zien wat de chirurg aan het opereren is. Dus wat we nu hebben, dat zijn dan 4 gaten eigenlijk in het apparaat. 2 buitenste zijn de LED-lampen, high-power LED's. Laat nog maar even zien, Martinez. Twee middelste zijn de 2 camera's. Ja. En die 2 high-power LED's, die beamen als het ware een kleine cirkel voor de chirurg. En die kan dan zien wat als het ware in het midden van het scherm is. Ja. En zo hoeft de chirurg niet een heads-up display, wat onze andere concurrent nu heeft. Die heeft een heads-up display, zodat de chirurg hier kan zien wat hier gebeurt. Maar is dat eigenlijk, als je het zo vertelt, zou ik nog een stap verder willen gaan? Want dat is natuurlijk toch ook weer afleidend voor een chirurg. Die moet dus ook nog bezig zijn met dat die camera het juiste stukje filmt. Ja. Dat is toch eigenlijk helemaal niet goed? Nou, dat is dus precies wat wij oplossen, wat onze concurrenten niet doen. Wij zorgen ervoor dat de chirurg op een hele intuïtieve manier precies vastlegt. Omdat hij ziet, maar hij moet nog steeds daar rekening mee houden. Kun je niet de operatielampstuk, kun je niet automatisch dat doen? Die in het apparaat zit of die extern? Nee, de externe lamp. Die heeft een camera in de hand wat als het ware van de lamp. Ja. En dan het probleem is dan dat je de hoek niet altijd optimaal hebt. Ja. Want het kan nog wel eens veranderen. Dan gebruik je een andere lamp of dan gebruik je dezelfde lamp, moet je die weer verplaatsen. En in het ergste geval, dat gebeurt bijna altijd, is dat het hoofd van de chirurg ervoor komt. Of de hand van de assistent komt ervoor. Ja. En die lamp is natuurlijk ontzettend breed, omdat het geen schaduw wilt creëren op het moment dat er een hand hier zit. Maar die camera is natuurlijk maar heel klein.
En de chirurg, doordat wij op de positie van de ogen zitten, ja, die gaat natuurlijk niet zijn eigen hand voor het operatiegebied zetten. Hey, tot zover al de theorie. En dan moet je een apparaat gaan ontwikkelen. En dat kost bakken met geld. Ja. Jullie zitten op een universiteit. Hoe ben je dat gaan doen? Zoals ik al aangaf, in het begin hebben we een kleine subsidie gekregen, ja, om een demonstrator te maken. Die noemde je een kleine subsidie. Dus ja, dat was 6.000 euro. Dus precies, daar kun je niks van doen. Daar kun je niet heel mee doen. Daar kun je niet heel veel mee doen. Dat is een hele mooie prototype. Daarna was het heel erg snel eigenlijk taak aan ons om een kleine som geld bij elkaar te vinden. Dat hebben we eerst gedaan door een project te doen voor een klant. Dus echt bootstrappen op de classic manier. Deze klant was Red Bull, yeah, of all people. En die heeft onze eerste prototype als het ware gefund voor een project wat zij hadden gedaan met de Amsterdam Dance Event. Ontzettend gaaf. Veel uitgehaald, veel van geleerd. Maar had weinig met opereren te maken, begrijp ik. Weinig met opereren mee te maken, maar daarmee kunnen wij wel weer het product ontwikkelen. Ja. Dus het was een hele mooie manier om hun marketingbudget te gebruiken voor innovaties. Zo hebben we ook het project geland, want zij vonden het was een win-win-win eigenlijk. Yep. Dat is onze eerste stap. Tweede stap was leningen, investeringen halen uit de Friends Family ronde. Dat is de typische pre-seed ronde. Dat hebben we gehaald van een chirurg, een tropenarts, die momenteel actief is in Tanzania en Kenia. Die heeft het apparaat zo hard nodig dat hij in ons heeft geïnvesteerd om het apparaat sneller te ontvangen. Mm-hmm. En vanuit familie heb ik een klein beetje kapitaal kunnen krijgen. En afgelopen jaar hebben we een extra subsidieronde binnengehaald, waardoor we nog een extra iteratieslag kunnen doen. Yep. En we zijn nu weer bezig met een nieuwe subsidieronde. Ja, want kun je een indicatie geven van hoeveel geld er in het ontwikkelen van zo'n stuk hardware gaat zitten? Je hebt het snel over vele, vele tonnen, zo niet miljoenen, toch? Als je het hebt over in-kind, ja. Yeah. Ja, dan heb je het zeker over meerdere tonnen en dan ga je al dicht tegen de miljoen aanzitten. Yeah. En dat komt eigenlijk doordat het team, wat hierachter zit, zoveel toffe mensen zitten erachter die zoveel tijd hebben gegeven, maar dat niet hebben gefactureerd als het ware. Omdat het gewoon een project is wat een heel mooi verhaal heeft, wat daadwerkelijk impact kan hebben op society. Ik bedoel, het is geen pizza delivery app, bij wijze van spreken. Het kan, heeft de potentie om echt mensen hun levens te redden. Zeker als jij chirurgen kan gaan verbinden met elkaar. Dat, ja, zij live cases kunnen bespreken in plaats van achteraf. Precies. En maak dat dan nog eens heel concreet met het voorbeeld van die tropenarts waar je het over hebt. Ik ken er toevallig ook een, maar ik stel me voor dat iemand in Tanzania staat te opereren, een algemeen opgeleid chirurg is, een specifieke case heeft en dan iemand in Nederland of waar dan ook ter wereld kan inbellen op zijn oor en zeggen, kijk even mee. Ja. Zie ik dat goed? Nou, dat in zijn geval heel toevallig niet, want hij is heel gefocust op onderwijs. Ja. Dus hij is juist een hele specifieke chirurg die de lokale chirurgen opleidt om deze ingreep te doen. Okay. Het is een ingreep wat heel specifiek is voor de anatomie van de mensen in die regio. Ja. Waardoor het ontwikkeld is daar lokaal, maar dus niet wordt geleerd aan chirurgie hier in het Westen. Ja. Waardoor het materiaal wat online beschikbaar is, weer niet geschikt is voor hen. Ja. En dat is natuurlijk weer een probleem. En ik wou nog even een getal plakken aan wat je zojuist zei. Hier in Nederland heb je één chirurg voor ongeveer elke 1500 tot 1600 mensen. Vergelijkbare plek in Afrika is één chirurg per 140.000. Dus moet je voorstellen hoeveel verschillende operaties die ene chirurg moet gaan uitvoeren. En zo'n toepassing zou natuurlijk uniek geschikt zijn voor die persoon. Om dan de kennis in de westerse wereld te verbinden in de low-income countries. Ja. Ja. Hey, je bent eerst via vrienden, familie en fools, zeg maar, hè, dat geld aan... Ik wil ze niet fools noemen, want ik hou van ze. En dat geld aan het ophalen. Ja. Maar hey, jullie hebben natuurlijk een plan gemaakt van A, wat is er voor nodig, maar B ook, hoe kunnen we hier een goed lopend bedrijf, althans een bedrijf van maken, wat kan groeien en et cetera. Ja. Hoe onderzoek je zo'n markt en hoe bepaal je dan de prijs voor het product? In andere gevallen kan ik me dat eigenlijk makkelijker voorstellen. Ja. Zeker. We zitten in een markt waar de gebruiker een andere persoon is dan de persoon die ervoor betaalt. En weer een andere persoon is dan degene die er baat bij heeft. En het korte antwoord eigenlijk is trial and error.
Doordat je in een beginfase zit, kan je heel makkelijk schakelen, kan je heel makkelijk wisselen van track. En je stelt persoon A stel je iets voor, persoon B stel je weer iets nieuws voor. En zo ga je steeds verder, op basis van hun reacties, ga je steeds verder zoeken, steeds verder vragen. En ja, wat wij natuurlijk doen, we werken samen met verschillende academische universiteiten hier in Nederland en in het buitenland. Blijven vragen. Wij zijn engineers, wij kunnen precies het product en het probleem oplossen wat zij nodig hebben. En, dus we hebben elkaar nodig. Zij weten hoe een academisch ziekenhuis werkt. Zij weten waar het budget vandaan moet komen om dit soort apparaten te financieren. Ja. En ik had nog een praktisch vraagje. Toen je net zei van zeg maar, de assistent bedient... een en ander. Hoe moet ik dat voor me zien? Als je zeg maar, de bril, het apparaat ziet, dan zie je twee van die lensachtige dingen. Die zijn ook instelbaar op afstand? Gaat het zo? Is het iemand die met een... Wat is de bediening? Waar bestaat die uit? De bediening is puur lichten aan, uit, sterkte veranderen en de camera aan en uitzetten. Ja, ja. Want niet alles hoeft gefilmd te worden. Zeker niet het begin. Het voorbereiden is vaak niet het belangrijkste. Anders is de chirurg ook vaak aan het wachten. En er zijn een aantal cruciale momenten tijdens de operatie die echt vastgelegd moeten worden. Dus ook bijvoorbeeld tussentijds foto's maken, maar ook het data überhaupt managen, dat wordt op het scherm gedaan. En het scherm zit in de opslagdoos van de camera. Dus het hele systeem werkt als een plug-and-play systeem. Echt open doen. Ja, je hebt echt een box als het ware waar de camera in zit. De box breng je naar de operatiekamer, zet je op tafel. Open je, je haalt de camera eruit, gaat op het hoofd van de chirurg. En de box wordt ingeplucht in een normaal stopcontact. Vervolgens, dat apparaat creëert een wireless network in de operatiekamer. Daar verbinden ze mee. Zodat het ook een secure network is waar niet een andere persoon bij kan komen. En dan heb je de... box waar een scherm op zit, dat kan door de assistent bestuurd worden. En wat natuurlijk ook in een later stadium kan, is dat het met behulp van voice control of gesture control geactiveerd kan worden. Zodat de assistent niet meer nodig is en de assistent de tijd kan stoppen in daadwerkelijk de operatie zelf. Ja. Ja. Mijn laatste vraag, en dat is eigenlijk dezelfde als een van de beginvragen. Mm-hmm. Hoe meer je erover vertelt, ik vind het een fantastisch initiatief. Ik zie het ook helemaal voor me. Laat ik dat even voorop stellen. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ook denk van hoe onderscheid je je nou straks van allerlei concurrenten op dit gebied? Want op zichzelf hoor ik nog steeds niet heel veel in jullie concept wat nou echt totaal uniek is. Het is toch de combinatie van dingen die het bijzonder maakt. Ja, ja klopt. Uiteindelijk, hoe je het noemt, is een hardware-enabled service. Ja. En de hardware zou daarin niet uniek moeten zijn. Tuurlijk, we gaan het beschermen. Niemand kan het apparaat exact zoals het apparaat is kopiëren. Maar als er een grotere partij is die miljoenen heeft die ze tegenaan kunnen gooien... Wat je zegt is dat Instagram met hun bril zich niet op de medische markt richt. Maar exact, ja. Als ze morgen zouden denken, dat gaan we wel doen, dan ja. Zouden ze dat kunnen doen? Dan zouden ze mankracht hebben en ze zouden het geld kunnen hebben om dat te kunnen doen. Ja. Maar dan zijn er natuurlijk het hele service systeem willen we zo inrichten dat zelfs al is er een ander apparaat... kan je dat andere apparaat linken aan ons systeem. Okay. En dus dat wordt ga je openmaken ook voor eventuele concurrenten die exact. Komen op de hardware. Ja. Dus natuurlijk eerst willen wij natuurlijk de first move advantage hebben. Zodat wij de eerste op de markt zijn. Wij creëren bij wijze van spreken deze markt. Waarbij chirurgen zelf user-generated instructiefilms kunnen maken. En zo kunnen zij dan andere hardware, andere camera's, externe camera's ook aansluiten aan ons systeem. Oké, dan de allerlaatste vraag. Jullie hebben het gevalideerd, hè? Dat zei je op de Dutch Design Week. En dan werd je heel enthousiast over die medische toepassingen. Wat is de tweede toepassing waar je heel enthousiast van werd? Wat is dus de volgende markt? De volgende markt is de thuiszorg. De thuiszorg? Ja, en dit komt doordat zorg langzaam maar zeker uit het ziekenhuis zal vloeien. Steeds meer naar huis, richting huisarts. Steeds meer naar de huisarts en zelfs naar mensen thuis. Ja. Dit is waar ik echt geïnteresseerd in ben. Want hierin kan jij de zusters, kan je bij wijze van spreken 10 zusters linken met 1 specialist die op afstand bepaalde diagnoses kan uitvoeren. Ja. En hierin kunnen wij heel veel tijd gaan besparen. Dus daarmee kan een relatief ongetraind thuiszorgpersoon specialist, gewoon de hulp inroepen die ze nodig hebben om een patiënt te worden. Dit zijn ook weer extreem belangrijke mensen, want zij hebben heel veel general kennis. Ja. Maar ja, als er dan een bepaalde afwijking is op de huid, ja, dan weten ze van oké, dit is in ieder geval een dermatologist. En ze weten waarschijnlijk, hebben ze al een gevoel van waarschijnlijk is het dit.
Maar zij hebben dan niet de juiste credentials om daar dan een bepaalde diagnose uit te spreken. En dan kunnen zij de juiste persoon aan de lijn krijgen. En zij kunnen met die persoon communiceren en met de patiënt. Ja. Zij zijn een extreem belangrijke persoon eigenlijk in het spel. Want zij kunnen communiceren met de patiënt en de specialist. Ja. En zo doen we een veel snellere diagnose uitvoeren. Oké, maar dat is de volgende? Dat is de volgende stap. Oh, eerst, dacht je nog een vraag ging doen? Nee, dat is de eerste. Ik wilde afsluiten met de eerste. Voorlopig maar even heel veel succes met de... Met de chirurg. Met de chirurg. Ja, wanneer is die te koop? Dank je wel. Als het goed is, eind 2020. Eind 2020. Ja. Dan wordt die commercieel beschikbaar. Maar normaal gesproken zeggen we komen over een jaar nog eens terug. Maar dan moet jij komt over 2 jaar terug. Over een jaar kan ik een hele mooie presentatie doen. Oké, okay, nou dan doen we dat. Spreken we dat af. Hey, heel erg bedankt en heel veel succes. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd de biersponsor Bier & Co. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. En kun je niet live kijken, dan weet je dat je ons hele archief kunt terugvinden via YouTube of fastmovingtargets.nl. Dag.